Hey, ik ben Isidor van Lokale Dienstencentra te Gent en ik kom jullie vandaag tonen hoe je fit blijft bij je eigen thuis. We hebben daar eigenlijk niet meer voor nodig dan gewoon een stoel. Vandaag toon ik jullie om te beginnen een zeer eenvoudige oefening om tot rust te komen. Het is namelijk appels plukken. We doen dat op als volgt. We gaan zijwaarts gaan met onze armen. Kijk maar eerst even mee. Op deze manier. En zo hoog brengen. En dan gaan we onze appels, denkbeeldige appels uiteraard, vastnemen en naar beneden trekken. Op deze manier. Achter dat we het zijwaarts hebben gedaan, gaan we het in een rechte beweging doen. Voor ons. Weer terug vuisten maken. Ons appels pakken en naar beneden gaan. Doe maar mee met mij. Ik start met mijn pinken naar boven. Draai ze dan. Maak vuisten. En ga naar beneden. Dat is 1. We doen alles 3 keer. De beide bewegingen. We gaan naar voren. Maak weer vuisten. En ga weer naar beneden. Dat is 2. Maak een grote beweging. Probeer zo groot mogelijk te gaan in je beweging. Vuisten maken. Naar beneden. Dat is 3. Weer terug naar voren. Hier ook weer zeer goed je uitduwen. Vanuit je schouders. En naar beneden. Gaan we weer zijwaarts. Met de pinken eerst naar boven. Zo. Weer terug naar beneden trekken. Dan gaan we nog 1 keer goed uitduwen. Vanuit onze schouders naar voren toe. Goed tot boven je hoofd. Vuisten maken. En weer naar beneden. Zeer goed gedaan. Voor de volgende oefening is het een beenspieroefening. Iets intensiever. Dan gaan we eigenlijk op onze tippen gaan staan, zodat we onze kuitspieren goed activeren. Je mag daarbij een beetje naar voren schuiven op je stoel. Hoe dichter dat je je voeten zet bij je stoel, hoe intensiever het wordt. Dan gaan we eigenlijk gewoon zeer explosief onze tippen stretchen en rustig weer laten zakken. Op deze manier. Weer terug strekken en rustig laten zakken. Doe maar mee met mij. Strekken en rustig zakken. Dus 1, we doen deze 10 keer. Strekken en rustig zakken. 2, strekken en rustig zakken. 3, strekken en rustig zakken. Je voelt het in je kuiten normaal gezien. Dus 4, strekken en rustig zakken. Wil je het iets moeilijker maken voor jezelf? Dit was 5. Dan ga je eigenlijk een klein beetje rechtop staan. Duw je weer terug uit. En ga je weer terug neerkomen. Dat is dan 6. Zoals je ziet, strek ik enkel mijn tippen, niet mijn benen zelf. Zodat echt alle kracht op onze kuiten verdeeld is. Dat is 7. 8. Uiteraard kies je zelf wat je doet. Je kunt natuurlijk ook nog steeds de simpele variant mee blijven doen. Dat is 9. En dan de laatste is 10. Super goed gedaan. En dan kan je je kuiten weer even laten rusten. Alright, dan gaan we nu over naar een armspieroefening. Hierbij is het heel belangrijk, kijk eerst even hoe ik het doe, dat we onze armen hoog houden. Ik hou mijn ellebogen in een hoek van 90 graden ongeveer. En dan ga ik 1 arm strekken naar voren. Mijn andere arm blijft hoog. En dan ga ik die weer terugplaatsen. Dan doe ik hetzelfde met mijn andere arm. Strekken. En weer terugplaatsen. Zeer belangrijk dat je die hoog houdt. Doe maar mee met mij. 1, we doen ze elk 5 keer. 2, op deze manier. Ik behoud ook vuisten. Probeer ze vooral hoog te houden. 3, je mag ook je rug goed recht houden hierbij. 4, mensen die willen kunnen gerust wat gewicht toevoegen. Iets vasthouden in hun handen. 5. 6. 7. Verschillende mensen zullen nu al verzuring beginnen voelen. Probeer nog even vol te houden. 8. We zijn er bijna. De laatste 2. 9. En de laatste. 10. Weer terug. En rust. Zo, onze armen kunnen nu even uitrusten. Kunnen wij ondertussen gaan rechtstaan? Stel je maar op jullie gemakje recht. Ga achter je stoelleuning staan, zodat je deze kan vastnemen tot een versteviging. Ik zal het even op deze manier voortonen, dat je mij goed kan zien. Dan gaan we eigenlijk, kijk even mee,
ons knie opheffen, rustig weer laten zakken. Hetzelfde doen met de andere knie. Alright. Probeer deze explosief in de lucht te brengen. Doe maar mee met mij. Op deze manier. Dat is 1. We gaan elk been 5 keer doen. Dat is 2. Dat is 3. Je kan ook eens proberen met 1 hand vast te houden. Dat is 4. Dat is 5. Probeer hem rustig te laten zakken iedere keer. 6. Eventueel eens zonder armen proberen. 7. Je kan eventueel het ook iets moeilijker maken en een beetje door je stambeen gaan. Dat is 8 op deze manier. Dat is 9. Uiteraard kun je je daar ook weer bij vasthouden. Dat is 10. Supergoed gedaan. Voor de volgende oefening gaan we het als volgt doen. Ik zal me even zo stellen dat je het goed kan zien. We gaan op 1 been gaan staan. Dan gaan we eigenlijk ons voet schommelen. Heen en weer van ons standbeen. Op deze manier, kijk maar even mee. Ik beweeg mijn voet laag over de grond. Doe maar samen met mij. 1. Terug. 2. 3. Doe dit 5 keer aan iedere kant. 4. 5. Dan wisselen we van been. Je kan je altijd uiteraard blijven vasthouden. Indien je extra uitdaging wilt, kan je natuurlijk ook lossen. Op deze manier. 1. Probeer je voet goed laag te houden, maar toch boven de grond. 3. Indien je het iets moeilijker wil maken, kan je je been ook nog iets extra strekken. 4. En dan de laatste. 5. Zo, goed gedaan. Dan gaan we ons weer terug gaan neerzetten om even tot rust te komen om de oefening af te sluiten, de sessie af te sluiten. Dan gaan we rustig weer aan zitten. Voor de volgende oefening, de laatste oefening, gaan we eenvoudigweg ons arm openzetten, daarbij ook ons been openzetten. Aan de ene kant, ik start links. Gaan we hetzelfde doen aan de andere kant, rechts. Gaan we weer sluiten, langs de eerste kant. En dan ook weer sluiten, langs de andere kant. Jullie mogen meedoen met mij. We gaan elke kant 5 keer openen. Dat is 1, 2, terug en terug. Probeer je armen een goed grote beweging te maken. Ook je benen mogen zo ver mogelijk. Dat is 4. Terug. En terug. 5. En 6. Je kiest uiteraard zelf hoe breed dat je gaat. Terug. En terug. 7. En 8. Bij je armen mag je ook echt wel zo ver mogelijk naar achter proberen te gaan. Terug. En terug. Dan om af te sluiten, nog 1 keertje, elke kant, 9 en 10. En dan gaan we nog een laatste keer terug met de armen en de benen. En dan zijn we weer op ons plaats. Zo, dat was het weer voor vandaag. Super goed dat jullie hebben meegedaan. Super tof. Ik zie jullie graag de volgende keer terug. En hopelijk met evenveel enthousiasme. Tot dan.